Dag dames en heren, we zitten midden in een hele wisselvallige periode, maar vandaag viel het alleszins mee met de buien. Met name in het Midden-Oosten en Zuiden van het land waren er van tijd tot tijd flinke zonnige perioden en in combinatie met die herfstkleuren zag het er echt prachtig uit in de natuur. Nou, de piek van de herfstkleuren gaan we de komende 1 tot 2 weken zien in grote delen van Nederland. Maar dat is wel de enige kleur waar we het buiten van moeten hebben, want het grijze en regenachtige weertype van de laatste tijd keert vanaf morgen geleidelijk aan weer terug. Nou, vandaag zaten we dus in een redelijk rustig gebied op de weerkaart. Er vielen wel wat buien, met name langs de kust. Nou, die trekken vanavond en vannacht geleidelijk naar het oosten weg. Dan klaart het in de loop van de nacht breed op, maar morgen krijgen we met deze pluk bewolking en ook regen te maken. En vooral in de tweede helft van de dag levert dat flink wat neerslag op. Nou, ook donderdag en vrijdag trekken verschillende gebieden met bewolking en buien over onze omgeving. Maar zo af en toe klaart het ook even op. Dat zal meestal tijdens de nachten zijn. Maar in de loop van vrijdag en ook zaterdag zal ook de zon van tijd tot tijd best wel even te zien zijn. Nou, ook vanavond zijn er een paar opklaringen, met name in het binnenland. Als er een paar buien vallen, en die zullen zeker in eerste instantie nog voorkomen, zal dat vooral in het noorden en westen van het land zijn. Misschien dat daar de eerste uren ook nog wel lokaal onweer bij voorkomt. Komende nacht wordt het in het binnenland dan overwegend droog. Langs de kust blijft de kans op een bui bestaan. En de temperaturen dalen naar zo'n 6 tot 8 graden op de koudste plaatsen. Nou, we zien wel de wind geleidelijk toenemen. Die komt uit het zuidwesten en wordt langs de kust in de loop van de nacht vrij krachtig en mogelijk zelfs af en toe wel even krachtig. En morgen waait het ook van tijd tot tijd stevig. In de kustgebieden krachtig en soms zelfs even tippend aan hard. Dat is een windkracht 6 tot 7. Boven land staat de meest matige tot vrij krachtige windkracht 4 tot 5. Nou, de ochtend is de mooiste periode van de dag, met vooral in het binnenland van tijd tot tijd zon en overwegend droog weer. Morgenmiddag dan breidt dat gebied met bewolking en regen zich langzaam vanuit het westen over het land uit. En ik denk dat het tegen de namiddag in vrijwel het hele land wel zal regenen. Nou, voor die tijd loopt de temperatuur nog op naar maximaal zo'n 11 graden. Kijken we dan naar de rest van de week, dan blijft het ronduit wisselvallig. Vooral vrijdag kan er flink wat regen vallen. In de loop van vrijdag en op zaterdag breekt ook af en toe de zon even door. Maar ook daarna hebben we met veel bewolking en dagelijks wel wat regen of enkele buien te maken. Van tijd tot tijd staat er ook een stevige wind en de temperatuur ligt nou rond gemiddeld voor de tijd van het jaar met een graad of 11. Gaan we dan nog wat verder kijken, dan zien we dat het ronduit wisselvallig blijft. Ook de nieuwe week, volgende week dus, met name de eerste helft van volgende week, kan er regionaal flink wat neerslag vallen. En dan de temperatuur verandert eigenlijk niet zoveel. Overdag blijft het rond of iets boven de 10 graden. En ook de nachten zijn relatief zacht, al is er begin volgende week een kleine onzekerheid. Als het dan een keer opklaart, zou de temperatuur in het binnenland misschien wel een enkele keer richting het vriespunt kunnen gaan. Ik wens u nog een mooie dag.